Precies, Moby. Ik vind het toch zo fijn. Dat is fijn. Vissen, vissen, vissen. Met de nylonlijn. Met de nylonlijn. Nou, een visser die zit dus voor heel veel spullen heeft hij bij zich. En hij is dadelijk aan het snoekvissen. Oh ja. Oh. En snoekvissen, moet je weten, dat mag niet met levend aas, hè? Nee? Ja, je mag kunstaas gebruiken, je mag dood aas gebruiken, maar geen levend aas meer. Oh, flying lure? De flying lure. Flying lure. Het is wel een redelijk vent als een mens. maar die visser die zit dus met zijn spulletjes langs de waterkant. En, maar ja, het is nog het gesloten seizoen voor snoeken, snoekbaars. Oh. Er is een bepaalde periode dat je... We zitten er nu nog in, volgens mij, eerste weekend van mei of helemaal. Oh, ja. Maar zeg ik aan mijn hoofd. Nou, plotseling komt er een man naar die visser toegelopen. En die zegt, hallo daar zeg, willen ze een beetje bijten? Iedereen die wel eens vist, kent zo'n voorbijganger. Ja. Die ongevraagd naar je doorloopt zegt, hallo zeg, willen ze een beetje bijten? En die visser zegt, een beetje bijten, een beetje bijten. Dit is een droomstek, een absolute droomstek. Ik heb hier gisteren al meer dan 15 snoekies uitgehaald. Zo, zegt die man, is dat zo? Hij zegt, heb je trouwens enig idee wie ik ben? Dus die visser die kijkt achterom, die schudt zijn hoofd en zegt, nee. Moet ik u ergens van kennen? En die zegt, nou, hij zegt, ik ben de nieuwe boa. En ik ga hier over de visvergunningen. Oh. En over het gesloten visseizoen. Dus die visser is grote ogen, die slikt even. En die zegt, maar weet u eigenlijk wel wie ik ben? En die boa zegt, je hebt geen idee. Hij zegt, nou, ik ben de grootste leugenaar van de stad.